Jawel, dames en heren. Een hele goede avond in de Bali. Welkom in de Bali. Mijn naam is Jasper Wezenberg. Ik ben hier programmamaker. Dit is Tim. Hij gaat mij onder andere helpen vanavond om voor iedereen in het publiek hier het gesprek makkelijk te volgen te maken. Jullie zijn bij de vertoning van Doof Kind. Wat mij betreft een prachtige inkijk in het leven. En hoe een jongen opgroeit die doof geboren is en... Hoe hij met trots daarmee omgaat en zichzelf weet te ontwikkelen tot een inspirerende jongeman. Wat ik alleen maar kan mededelen, want we gaan gelijk de film kijken, is dat na de hand zijn zowel Alex de Ronde als Tobias de Ronde van de film hier aanwezig. En we gaan in gesprek samen met Ellen Nauta. Zij is zelf ook doof geboren en is doventolk en heeft ook een vak over dovencultuur op de UvA gegeven. Gaan we in gesprek. Dus... Blijf vooral zitten, spaar uw vragen op en aan het einde dan voeren we een gesprek. En daarna is er ook ruimte voor jullie allemaal om vragen te stellen aan het panel. Dus ik hoop dat jullie een prettige voorstelling hebben. En dan zie ik jullie over iets meer dan een uur weer terug. Fijne voorstelling. Allen, welkom. Fantastisch dat jullie bij dit gesprek kunnen zijn. Alex, jij bent net ingevlogen vanuit de Desmet Studios. Ik ga beginnen met een vraag voor Ellen, want jij bent natuurlijk een beetje een buitenstaander van het filmmaakproces. Wat vond je van de film? Zo'n buitenstaander was ik dan ook weer niet. Want eigenlijk, ik herinner me heel veel van stukken en... In zijn leven. Ik heb veel vergelijkbare dingen meegemaakt. Ik ben ook opgegroeid met gebarentaalgebruikende ouders. Horende familieleden. Een horende broer, horende zus. Die ook gebarentaal leerde. Dus ook veel geluk gehad, net als jij. Ook op Gallaudet gezeten. Dus ook de wereld afgereisd. Vergelijkbare schoenen gelopen. Eigenlijk hetzelfde pad gelopen, een beetje. Dus het was eigenlijk een warm bad, die film. Ik wil het zo iets meer over gebarentaal gaan hebben en over de emancipatie van dovencultuur. Maar ik wil eerst nog even een beetje blijven bij het maakproces van de film. Tobias, als ik met mijn vader een klus aan het doen ben, dan vliegen we elkaar al, ik denk binnen 5 minuten in de haren. Hoe was het om met je vader een hele film te maken? Je mag eerlijk zijn hoor. Dan, 3 minuten. Nee, het is goed eigenlijk. Topervaring. Samen een film maken. Top samenwerking. Heeft de band alleen maar versterkt, eigenlijk. Ik vond het ook jammer toen ik ophield met filmen, hè? Ja, we gaan elkaar nu heel weinig zien. Tobias, was je verder trouwens, dat ben ik ook nog benieuwd naar, want de hele film draait om jou, je vader heeft hem over jou gemaakt. Ben je ook nog bij andere processen betrokken geweest, bij de montage, bij de nabewerking van de film? Niet zo intens, maar op onderdelen wel. Ik voel me betrokken bij het hele project, echt van het maken van deze film. Ik heb ook op alle scènes kunnen meepraten, meedenken, kunnen overleggen of scènes erin moesten. Er niet in moesten. Nee, ik heb me in die zin heel betrokken gevoeld. Ja, je hebt ook nog aan de afloop in de geluidsstudio de openingsanekdote gedubt. Omdat het geluid niet goed was. En dat heeft hij buitengewoon professioneel gedaan. Het is geoverdubt, dat begin. Ja. Oh, wauw. Dus met alle ik had dat niet gezien. Geluidjes van mond en aanraking van kledingstukken. En ik vond dat hij het niet zink genoeg deed. En toen zei hij, nee, dat kan ook niet. Daarom doe ik alles precies 2 seconden later. Dus dat stond er ook in 1 keer op. Die tekst die ik aan het begin van de film spreek, heb ik wel 80 keer ingesproken. Maar hij deed het in 1 keer. Wauw. Een vraag aan zowel Tobias als Ellen. Kun je misschien iets zeggen over hoe deze film ontvangen is in de doofgemeenschap? Want we zijn nu vaak in plekken zoals de Bali, waar... die vooral gefrequenteerd worden door mensen uit de sprekende wereld, de horende wereld. Hoe is het binnen de doofgemeenschap ontvangen? Ellen, ik zie de film nu voor de 2e keer. De eerste keer dat ik hem zag, heb ik hem gezien met mijn ouders. Ik heb mijn ouders meegenomen naar de film. Mijn dove partner was erbij. En na afloop van die film was eigenlijk de eerste keer dat ik dacht van, hey, wauw.
is dit nou nieuw? Ik wist heel veel al van wat er in die film zat, maar toch. Ik vroeg me af, kunnen horende mensen hier wel iets mee? Weten horende mensen nu hoe ze dove mensen moeten behandelen? Hoe zeg ik dat? En de dove kinderen die nu opgroeien, krijgt die nog een kans om tweetalig op te groeien? Dat soort vragen zit niet in de film. Dus ik vraag me een beetje af van wat het effect is. Maar achteraf heb ik met Tobias, we werken trouwens samen, zijn collega's. Dus, we hebben even met elkaar nabesproken van hoe denk jij dat horen de mensen die de film ontvangen? Maar misschien wil jij er iets over zeggen, Tobias. Maar in de dove wereld, om op je vraag te antwoorden, is er wel heel positief gereageerd. Eigenlijk met zo'n reactie van eindelijk. Dat. Tobias. Ik heb veel reacties gezien van het doof publiek. En ik zeg dat er eigenlijk drie soorten reacties zijn. De mensen van onze generatie, Ellen. Zoals je zegt, van, ja, leuke film, vergelijkbare ervaring. Ja, goed weergegeven, eindelijk laat ze ons leven zien. Maar waarvoor, voor wie maak je die film nou eigenlijk? Waarvoor is deze film nou nodig? Dan is er de groep, de jongere generatie, die eigenlijk nu pas het onderwijs zit, eigenlijk niet deze ervaring hebben, niet dezelfde keuzes kunnen maken die wij hebben kunnen maken. En die nu tegen barrières oplopen, identiteitsvragen hebben. En de oudere generatie, die reageert vooral op bijvoorbeeld de logopediescènes. Ja, maar dat is vreselijk, al een geklap op je gezicht. En dan zitten voor die spiegel, zeg maar drie verschillende generaties met drie verschillende reacties. Ik ben ook wel even benieuwd, Alex. Jij bent natuurlijk enigszins de initiator van de film. Je hebt hem geregisseerd. Had jij, en dan wil ik het niet over hoe die ontvangen is, maar ging jij vooraf de film al in met een bepaald doel voor ogen? Inderdaad, is het als een pamflet bedoeld? Is het bedoeld om de discussie weer op gang te brengen? Hoe zie jij dat? Nou, de eerste zin waar ik mee begonnen ben destijds is, ik wil graag laten zien hoe op het ene moment een dove jongen heel erg gehandicapt is. En verander je de omstandigheden een klein beetje, dat die handicap als het ware verdwijnt. En zelfs nog verandert in cultuur. In dit geval de cultuur van de Nederlandse dovengemeenschap met zijn eigen taal en zijn eigen ervaringen. Dus hoe een handicap in cultuur kan veranderen en andersom. Dat was eigenlijk het uitgangspunt. Ja, hoe ik het ervaren was natuurlijk dat cultuur het stukje handicap eigenlijk volledig begint te vervangen totdat er niet meer is. Zo keek ik naar de film. Ja, dat klopt. Je zou kunnen zeggen, dat is een beetje flauwekul, maar je zou kunnen zeggen, doofheid is alleen maar een taalkwestie. Want als iedereen gebarentaal gebruikt, ja, dan is er geen handicap meer. En dan kan je niet naar muziek luisteren, maar ja, dat zal Tobias ook een worst wezen wat Mozart heeft afgeleverd de afgelopen eeuw. Ik had net nog een gesprek met Tobias, we zijn allebei naar Lowlands geweest en we weten wat er allemaal gebeurt in de muziekwereld. Dus ja, maar daar ging Tobias voor hele andere dingen naartoe. Oh, dat had ik niet door net in het gesprek. Nog even bij jou, Alex. Je bent voor mij en voor mensen in de filmwereld natuurlijk geen vreemde. Je bent directeur van Filmhuis Het Ketelhuis. Hoe was het om nu eens een keer aan de andere kant van de tafel te zitten? Nou, ontzettend grappig natuurlijk. Dan krijg je een taxi van de Desmet Studios naar hier. Dan voel je echt wel een hele rockster, hoor. Hij is net ingevlogen, ja. Ik heb al jarenlang in het Ketelhuis gewerkt. Ik heb over film geschreven. Ik heb voor het Nederlands Filmfestival gewerkt. Dus ik ken al die dingen wel. Ik ken het circuit. En normaal haal ik voor een regisseur een glaasje wijn. En nu krijg ik dat aangereikt. En dat is voor deze keer wel heel erg grappig natuurlijk. Is het een beetje in jouw stoel? Ik ben niet de directeur van de baling, maar mag jou interviewen over de film? Ja, maar normaal zit ik daar en er zit een echte filmmaker hier. Jij dus. Eén film maakt nog geen filmmaker, hè? Ja, daar gaan we het aan het eind nog even over hebben, wat we daarmee gaan doen. Was het moeilijk om deze film tot stand te brengen? Je zegt, je bent er al lang mee bezig geweest. Ja, ik had jaren, eigenlijk al tientallen jaren geleden, het idee van ik wil is een keer een film maken over een dove jongen zoals Tobias. Want die film heb ik nog nooit gezien. Je wordt doodgegooid met reportages over dove kinderen die dan een implantaat krijgen. En dan staat een hele gewichtige KNO-arts. Het zijn meestal mannen in hele grote witte jassen. En die zegt, het komt vast wel goed. En dan wordt het processor aangezet. En dan wordt het kind voor het eerst rondblaffen. Of wat natuurlijk veel effectiever is voor televisie, voor het eerst de stemmen van de moeder. En dan
zijn de ouders tot tranen toe geroerd. En dan denken wij, ja, daar gaan we weer. Doofheid wordt gezien als een handicap die je vooral moet repareren. En doofheid wordt niet gezien door menigeen als een dat daar een culturele minderheid achter schuil gaat. Er is natuurlijk niks tegen praten en leren praten. Maar wij zeggen van, voed je kind nou gewoon tweetalig op. Dan heeft hij toegang tot beide werelden, als het goed is. En mislukt de ene wereld, heb je de andere wereld tenminste nog. Het is ook zo idioot dat als mensen horen, we voeden onze kinderen tweetalig op met Nederlands en Engels, dan zeggen ze, oh, geweldig, wat een rijkdom voor dat kind. Maar als er dan gezegd wordt, wij voeden ons kind op met Nederlands en Nederlands gebarentaal, dan zeggen ze, nou, dat is een beetje raar. Maar er is natuurlijk geen verschil, in mijn optiek dan. Ja, Tobias, je vader zei het al, het gaat over minderheidsgroepen, het gaat over taal. Het is een emancipatiediscussie, denk ik. Op dit moment spelen er in de maatschappij al op heel veel andere fronten emancipatiediscussies, als het gaat over geslacht of over of je van kleur bent of niet. Hoe komt het, want voor mij was het een eye-opener documentaire, hoe komt het dat in de horende wereld nog zo weinig bekend is van de dove cultuur, terwijl het met recht een op zich staande cultuur is? Het wordt niet onderwezen. Zo simpel is het eigenlijk. En in het onderwijs, de huidige maatschappij zoals die is, je zou ervoor moeten zorgen dat er onderwezen wordt over seksuele voorkeur, over etniciteiten, over minderheden, over de diversiteit. En mensen met een beperking, al een variatie, ja, ze zouden ook aandacht moeten krijgen als een onderdeel van de menselijke diversiteit. Dus ja, dat zou het onderwijs moeten onderwijzen. En dat gebeurt te weinig. En het geldt niet alleen voor doven, het geldt voor andere mensen met beperkingen en een andere minderheidsgroep. Ellen? Ja. Maar dan heb ik een vraag, wat is de beperking eigenlijk? Iedereen heeft een beperking, de een of andere. Zichzelf altijd. Even een tikje terug. Ik heb een zoontje, ik kan horen. En ik zie vaak andere dove ouders die dan. Dat die kinderen dan op school zeggen van ja, mijn ouders. De oren zijn kapot, die zijn doof. Ja. Ja, ik kan het niet horen. En ik denk eigenlijk dat mijn kind dat niet zo ga aanleren. Ik zie mezelf als doof persoon. Ik ben altijd doof geweest ook, dus ik heb nooit iets. Ik ben niet geboren met kapotte oren. Ik ben gewoon geboren zonder te horen. Ja, dat is een kwestie van hoe je het benoemt, hoe je het zegt. Ik ben gewoon doof, punt uit, klaar. Ik ben een visueel gevormd mens. En ik ben het ook wel eens met wat Tobias zegt over het onderwijs. Dat is natuurlijk de basis. Je moet alles. Alle soorten mensen moeten in het onderwijs onderwezen worden, voorkomen. Klaar. Thomas. Ieder mens heeft een bijdrage te leveren. Ja, en dan zou mogelijk verandering van bovenaf vanuit de politiek misschien moeten komen. Ik had het er kort al met Alex vooraf over. Nederlands gebarentaal wordt niet erkend als een taal. Hoe kan het dat zo lang op zich laat wachten nu al? Zelfs de Vlaamse gebarentaal is er jaren geleden erkend. Kan je nagaan. Ja, dan denken wij in Nederland, we zijn een soort van bakenmat van emancipatoire bewegingen. Nou, we staan boven de Belgen over het algemeen, vinden we zelf. Dan ga je dan met je chauvinisme. Ja. Nee, er wordt al 25 jaar over gepraat, zijn wel overheidsrapporten verschenen. Maar op een of andere manier blijft het in een onbekende la op een onbekend bureau liggen. Ruim een jaar geleden heeft de grappige coalitie en de Partij van de Arbeid en de ChristenUnie hebben nog een motie ingediend om de regering ertoe te bewegen van hoe staat het nou met die erkenning van de Nederlands gebarentaal. Mm-hmm. Is ook niets mee gebeurd. Nou, die indiening van de Partij van de Arbeid zit natuurlijk niet meer in de Tweede Kamer. ChristenUnie nog wel, maar ja. Is je hoop op hun gevestigd?
Ja, dat we zo diep moeten zinken. Verwachten jullie dat er iets gaat veranderen op politiek niveau? Of is het echt zo van, nee, we moeten het op een andere manier gaan aanvliegen? We moeten het... Ik denk dat er een soort provo-beweging weer moet komen. Dat jongeren weer in opstand moeten komen tegen de maatschappij zoals die is. Left power now. Zoiets. Ludieke acties zijn altijd leuk. Maar ik denk dat we gewoon moeten doorgaan met wat we al 25 jaar aan het doen zijn. De politiek wakker schudden. En we blijven schudden tot we ons doel bereikt hebben. Gewoon doorgaan tot... dat is de enige keuze die we hebben. Doorgaan. Ellen. Die gebarentaalerkenning. Het hangt ook wel vanaf hoe je tegen de taal aankijkt. Ik bedoel, het is ook zo dat in veel landen gebarentaal op papier wel erkend is in de wet. Dat er een artikel staat in de wet of een aparte wet is. En je hebt zeg maar 5 verschillende vormen. Bij 1 vorm kan je een gebarentaal erkennen als in het kader van gehandicaptenwetgeving. Dat is 1. In de algemene gehandicaptenwetgeving neem je dan een artikeltje op over gebarentaal. Een andere vorm is een gebarentaal in het kader van de onderwijswetgeving een plek geven. Ja. Maar dan ook alleen buiten het onderwijs. Dan heeft het buiten het onderwijs geen zeggingskracht. En we zouden het gewoon eigenlijk als een van de nationale talen erkend willen zien. En voor zover ik weet, als ik het goed heb, is dat alleen in Finland en Nieuw-Zeeland het geval. Dat het gewoon als een van de talen van het land, als een nationale taal. Ja, zoals Fries eigenlijk. Precies. Dus gewoon neem het op als een van de talen van het land. Er zitten wel heel veel haken en ogen aan. Ik denk excuses, een lang verhaal. Ik denk dat je, Alex? Ik denk dat je via de rechter misschien ook wel een eind komt. Nederland heeft een paar jaar geleden eindelijk na jaren een VN-resolutie erkend. En die gaat over het recht, de rechten van mensen met een beperking. Het gaat over de hele gehandicaptengroep. Nou, die is geratificeerd met de nodige vertraging. Nou, en dat verdrag of die resolutie geeft aan dat je bijvoorbeeld recht hebt op onderwijs in je eigen taal, zover ik dat begrijp. Dus misschien moeten zij, want dat moeten zij doen, is naar de rechter lopen. Staat het op jullie agenda? Zeker. Ik bedoel, natuurlijk, de juridische weg is er één van, maar er spelen nog zoveel andere dingen een rol. Stel je hebt een nationale gebarentaalerkenning op papier, dan heb je nog die rechten niet. Dan is het nog niet daarmee ingevoerd. Dan is het op papier geregeld. En dan moet je alsnog weer vechten voor de uitvoering ervan. Voor het verkrijgen van die rechten. Al heb je ze op papier. En zelfs zo'n VN-verdrag. Dat is natuurlijk een prachtig document. Maar het gevecht is daarmee niet gewonnen nog. Het is natuurlijk ook een morele kwestie. Je zegt tegen een kleine groep. Maar je hebt ongeveer 60.000 gebarentaalgebruikers. Maar word ik ook meegeteld. En daarvan zeg je van... Ja, je hebt wel een eigen taal, maar sterkte ermee. Het is toch eigenlijk hetzelfde als tegen rolstoelen zeggen... nou, die drempels weghalen, dat wordt dus te duur, hoor. En die blinde geleidehonden kunnen we ons ook niet meer permitteren. Dus je moet het, denk ik, op die manier zien. Het zijn de implicaties van... dat. Ja, het gaat om de erkenning van de taal, maar het gaat veel verder dan dat. Het is de erkenning van de cultuur, de erkenning van de maatschappij inrichten op... Een maatschappij inrichten waarin zowel horende als niet-horende mensen zich begeven. Ja, dan kun je oog hebben, want deze wereld is dol op dat soort woordspelingen, maar ze kloppen natuurlijk wel, oog hebben voor het de dove medemens. Als je zegt doof en horend, het is typisch doof om de wereld op te delen in doof en niet-doof. Dus u bent voor een belangrijk deel niet-doof. Leuke manier van denken, hoor. Ja, omdraaien. Thomas, ik wil het even over het stukje onderwijs met je hebben. Jullie waren te gast bij Pauw tijdens ITVA. En daar leg je uit dat het niet zozeer om de keuze maken gaat voor een bepaalde school, maar om het aanbieden van het totale taalpakket. Taalopvoeding. Kun je dit nog even uitleggen voor het publiek? Want ik vond het heel interessant.
Mooi, dat wou ik net aanvullen op wat ik eerder zei. We hebben het gehad over erkenning, gebarentaal moeten laten zien, aantonen dat we normale mensen zijn, et cetera, et cetera. Eigenlijk gaat het daar helemaal niet om. Je zou dus eigenlijk moeten omdraaien. Je moet de mentaliteit veranderen. Je moet kijken naar wat hebben wij nodig. Dat is toch eigenlijk doodnormaal in de maatschappij. Zoals Ellen zei, van er zijn geen beperkingen. We zijn anders. We zijn andere soortige mensen. En het is toch doodnormaal dat je maatschappij inricht voor de behoeften van mensen. Dus rolstoelers, natuurlijk maken we daar de fysieke omgeving toegankelijk voor. Dove mensen, natuurlijk regelen dat jullie in gebarentaalomgevingen kunnen opgroeien, onderwijs kunnen krijgen. En onderwijs, wat je net noemde, is daar een mooi voorbeeld van. En dat is iets wat we al lang weten. We weten al lang wat dove kinderen nodig hebben in het onderwijs. Met hulpmiddelen, CI, ja, nee, prima. Maar je moet ze een taal aanbieden. Dat is gewoon, ja, dat is een feit. Dat is het beste voor een kind, durf ik wel te zeggen. Dat is gewoon keihard bewezen. Dat is een doodgewoon feit. Ellen. Sterker nog, gebarentaal heeft eigenlijk voordelen van voor iedereen. Ook al die mensen hebben er baat bij. En er zijn series lezingen, series onderzoeken geweest die aantonen dat horende mensen gebarentaal kunnen communiceren in lawaaiige omgevingen, door ramen heen kunnen communiceren. Dat je IQ omhoog gaat op het moment dat je gebarentaal als visuele taal erbij kent. Dus eigenlijk is de huidige maatschappij, daar is gesproken taal, gesproken karakter van taal, dat is de norm. Dat zou eigenlijk moeten veranderen. Visuele taal zou een norm kunnen moeten zijn. Waarom leer je niet iedereen gebarentaal? Ik maak het even heel simpel. Ik hou het kort. Ik laat het hier maar bij. We hebben het inderdaad over politieke verandering en we hebben het over erkenning. Zou dan ook het educatieve traject wat dove jongeren en dove kinderen doorlopen, zou dat gestandardiseerd moeten worden eigenlijk? Zodat je niet meer de keuze hebt van ik ga naar die school of ik ga naar die school, maar dat daar gewoon een vaste richtlijn voor zou komen? Tobias, dat denk ik eigenlijk wel. Gewoon tweetalig onderwijs. Eigenlijk zijn dove mensen in die zin best een unieke doelgroep. Ze hebben een andere taalmoderniteit ook. Dus een andere cultuur, een andere identiteit. En taal is cultuur, dat is nauwelijks te onderscheiden. Het is taal waarin je denkt, de taal die je identiteit vormt, waarin je je identiteit weergeeft. En het is belangrijk dat je sociaal-emotioneel kunt ontwikkelen met peers, met gelijken. En tweetalige ontwikkeling zou eigenlijk zo vroeg mogelijk moeten beginnen. Zoals wij nu eigenlijk heel sterk op onze benen staan. En in de beide werelden krachtig zijn. Ik zou er best voor zijn, ja, eigenlijk tweetalig onderwijs standaard voor elk doof kind. Misschien helemaal geen keuzes bieden. Ellen. Of dat je zou kunnen kiezen tussen een dove school, dus voor dove kinderen. Of dat je het gewoon hebt over gebarentaalscholen. Klaar. Een school waar de voertaal gebarentaal is. Waar horende broertjes en zusjes van dove kinderen, zoals Joachim, mee had gekund. Waar gebarentaal de voertaal is in het onderwijs. En misschien daarnaast gesproken taal als keuzevak. Moet ik even. Even naar het publiek toe. Er komt zo wat mogelijkheid voor vragen stellen. Ik heb nog een aantal vragen. Dan geef ik jullie ook de mogelijkheid om uw vraag te stellen. Misschien mag ik nog even iets aanvullen. Over die keuzevrijheid. Nu is het zo dat volgens de doctrine van het passend onderwijs is een, in dit geval ook doof kind, als die niet helemaal op zijn achterhoofd gevallen is, verplicht naar een horende school te gaan. Want die integratie is dus verplicht. Ik heb inmiddels van directeuren van dove scholen begrepen, als ouders en kinderen aangeven, we willen liever op een dove school blijven, dat ze hem in het dossier wat dommer maken, zodat hij niet geschikt is voor het horende onderwijs. Vrij potsierlijk, hè? Ja, het is. Ja, je bestaat zo denigerend en je ontkent iemand, neem ik aan. Ja, sorry, ik gooi mijn eigen mening erin, dat mag helemaal niet als moderator. Maar je ontkent iemand gewoon de middelen om zichzelf volledig tot zijn maximale potentie te ontwikkelen natuurlijk. Ja. En dat is
Ja, ik vond dat schokkend. Ook toen ik deze film keek en me erin ging verdiepen. Ja, dat jochie maar in dat klas, die zegt... volgens mijn moeder moet ik naar het horend onderwijs, maar dat wil ik helemaal niet. Ja, schrijnend. Dat is misdadig, maar het is een beetje een zwaar woord. Ja. Ik vind het niet goed. Nee. We hebben het zo nog even over ouderschap, want dat is natuurlijk een belangrijk thema in deze docu. En toevallig had ik daar ook een hele interessante dingen met Ellen mee besproken. Maar wat ik me nog afvroeg was, als we het hebben over die culturele verandering, kan populaire cultuur er dan aan bijdragen? Op dit moment is voor beste film, de Oscar voor beste film, een van de films die genomineerd is, The Shape of Water. Daarin speelt een dame een hoofdrol die American Sign Language beheerst. Wat vinden jullie van dit soort ontwikkelingen? Is dit een ontwikkeling of is het gewoon makkelijk Hollywood vermaak? Ze is niet doof, hè? Belangrijk punt. Heel veel mensen denken dat ze doof is, maar ze is stom. Ze kan niet praten. Speert wel dezelfde. Ze gebruikt geloof ik wel gebarentaal, hè? Ze gebruikt de Amerikaanse gebarentaal. Helpt misschien, maar ja, heeft Children of a Lesser God, kwam uit 3 jaar voordat Tobias geboren werd. Is een vrij bekende film, wordt eigenlijk hetzelfde verhaal verteld. Heeft ook geen invloed gehad. Dus wat dat betreft ben ik soms heel erg somber. Maar ik denk dat mijn film natuurlijk de hele wereld op zijn kop gaat zetten. In ieder geval Nederland. Nou, dat valt. Het is allemaal heel betrekkelijk hoor. Wat vinden jullie? Deze zaal misschien, maar dat is mooi meegenomen. We hebben 80 ambassadeurs erbij. Ja, dat is top inderdaad. Ja. Hebben jullie The Shape of Water gezien allereerst? En wat vonden jullie dan? In dat opzicht natuurlijk. Nog niet gezien. Andere film. Andere film inderdaad, ja. Sorry. We zijn veel te druk bezig met deze film. Ja, maar deze is ook veel beter. Dus daar ben ik het helemaal mee eens. Ik vind de Shape of Water best aardig film. Ja, maar dat straks nog even bij de bar over, Alex. Ouder-kindrelatie. Het speelt een... Ja, nou ja, het gaat over jullie relatie onderling. De film gaat ook over, over wat jij eventueel wil met je kinderen en hoe ze opgevoed moeten worden. Ik wil beginnen met Alex hierbij. Alex, waren er in de vroege jaren dat jij Tobias opvoedde, was er al heel veel informatie beschikbaar voor ouders van dove kinderen? Of moest je eigenlijk een beetje opnieuw het wiel uitvinden? Nee, dat was in Amsterdam heel goed geregeld met het NSDSK, de Nederlandse Stichting voor Doven en Slechthorende Kinderen. Was ook eind jaren 80, begin jaren 90, gouden tijd voor de Nederlandse doven. Want ze, in 1960 had iemand in Amerika ontdekt dat gebarentalen echte gebarentalen waren. Met een grammatica, idioom en andere kenmerken. Dus toen was er een korte tijd een beweging dat doven recht hadden op hun eigen gebarentaal. En dat het onderwijs ook tweetalig moest zijn. Nou, die gouden periode heeft een jaar of 15 geduurd. En daar is hij dus met zijn neus middenin gevallen. Dus wat dat betreft is het ook een zondagskindje. Maar wat was je vraag nou eigenlijk? Mijn vraag was inderdaad hoe dat was voor jou qua informatievoorzieningen. Moest jij volledig, neem ik aan, volledig in gebarentaal duiken, maar ook in... was er veel te vinden of moest je het gewoon zelf allemaal uitzoeken? Nee, cursusaanbod was goed geregeld. Ik kreeg een flinke stoomcursus van een paar jaar weliswaar. Terwijl ik nu dus ouders spreek met dove kinderen die zeggen, ons wordt min of meer afgeraden om gebarentaal te gebruiken. Want dat zou de spraakontwikkeling in de weg zitten. Dus we zijn weer terug in 1880 toen het ook beweerd werd. Maar dat is een hele tijd geleden. Ja. En wat ik net al zei, voor heel weinig mensen is een tweetalige opvoeding vanzelfsprekend. En voor mij is het niks meer dan vanzelfsprekend. Mm-hmm. En je hebt natuurlijk ook wel mazzel als je in Amsterdam woont. En het toeval wilde dat er 3 dove kinderen vlak in de buurt woonden. Met ouders die ook volop aan het gebaren waren. Dus er waren ook voldoende speelmogelijkheden. Je kon elke dag van de week bij een doof vriendje of vriendinnetje spelen. Als je eentje in Alkmaar zit, is dat veel lastiger natuurlijk. Ja. Dus je moet naar Amsterdam verhuizen als je een dove kind krijgt. Of naar Amerika. Of naar Amerika. Dat wou ik nu vragen. Tobias, jij geeft aan het einde van de film aan, ik denk erover mijn kinderen in de VS op te voeden. Is daar iets aan veranderd sinds het maken van de film? Of is dat nog steeds wat jij eventueel van plan bent als je ooit kinderen krijgt? Dat hangt vanaf hoe we in Nederland het onderwijs gaan regelen. En misschien heeft deze film wel zo'n
impact dat alle dove scholen weer volstromen en tweetalig worden. En dan blijf ik hier wel. Maar als we een doof kind zouden krijgen, dan zou ik kijken naar de situatie dan. Ik zou zorgen dat het kind in een gebarentaalomgeving kan opgroeien, in een volwaardige gebarentaalomgeving. En op dit moment is Amerika waarschijnlijk de beste optie. En is het Nederlandse doof onderwijs ontzettend slecht. Maar ik hoop natuurlijk dat dat verandert in de komende jaren, voordat mijn kind schoolrijp is. Ellen, wij spraken vooraf. Jij hebt een jong kind op dit moment. Wat voor keuzes maak jij op dit moment samen met jou? Nog maar 8 maanden. 8 maanden. Vind ik heel jong. wat voor keuzes maak jij nu met jouw partner met betrekking tot de opvoeding van jouw kind en de talen die hij of zij leert? Heel simpel. Mijn partner komt uit Chili, is daar geboren. Woont nu 2 jaar in Nederland. We hebben al 11 jaar een relatie. Dus wij gebruiken Chileense gebarentaal en Nederlands gebarentaal met elkaar. Ons kind kan horen. Dus ja, het kind is half Chileens, half Nederlands. Dus van ons is van belang dat we die 2 gebarentalen aanbieden. Dus we bieden, hij groeit 2 gebarentalig op. Chileense gebarentaal van pa, Nederlands gebarentaal van mij. En in die talen benoemen we alles, het eten, het spelen, de omgeving. En het kind zal op een leeftijd komen dat het ontdekt dat die 2 talen anders zijn. Dat hij met mijn vader Spaans kan praten. Maar mijn vader kan ook gebaren. Mijn moeder kan gebarentaal, dus daar kan hij Nederlands gebarentaal mee gebruiken of Nederlands praten. Dus het kind gaat met 4 talen opgroeien. Het kind wordt een soort talenwonder waarschijnlijk. Dat hopen we, ja. Nee, ik bedoel, ik ben ook iemand die dol is op talen, dus ja. Ja. Wel niet. Je hebt er natuurlijk je werk van gemaakt. Ik wil het publiek even de ruimte geven. Wil iemand een vraag stellen, dan is het even handig dat je je hand omhoog steekt. En als je dan wil spreken, kom ik met een microfoon naar je toe. Als je gebarentaal wil gebruiken, dan geef ik je alsnog even de beurt. Ik zie die mevrouw er eerst en daarna kom ik naar u toe. Heeft u een microfoon nodig? Ja, ik... Oh ja. In de film was een stukje over logopedie. En ik had begrepen dat Tobias als kind dat helemaal niet prettig vond. Ik vroeg me heel erg af waarom het nodig is om naar logopedie te gaan. Waarom is het nodig dat een doof kind geluiden leert maken? Waarom? Duidelijk. Ja, dat wil men. Dat wil men op school. De maatschappij vindt het belangrijk. De ouders vinden het belangrijk. Ja, dat je je verstaanbaar weet te maken in de maatschappij. En daarom wordt er ontzettend veel tijd aan logopedie besteed. Dus bijna elke dag, geloof ik, een kwartiertje. En Tobias vergat dat zo voelde vaak. Het wel, ja. 2 keer per dag, zo voelde het. Het is natuurlijk ook wel makkelijk om iets te kunnen zeggen, hè. Maar er wordt wel onevenredig veel tijd aan besteed. Dat wel, ja. Ik ben eigenlijk voorstand van wederzijds maximale aanpassing. Het is niet zo dat de hele wereld gebarentaal moet leren. Ik wil ook wel een stapje zetten. Ik vind het niet erg om te leren praten. Zodat ik simpele bestellingen kan doen. Maar de enorme investering en tijd die erin gestopt wordt, die is overdreven. Het mag wel een heel stuk minder. Volgende vraag. Ja, ik wil eerst even zeggen dat ik het een fantastische documentaire vind. En dat het heel dichtbij gefilmd is. Dus dat vind ik heel erg mooi. Komt heel erg binnen. Maar ik ben zo ontzettend benieuwd, Ellen en Tobias, wat jullie doen nu na je studie. Want jullie hebben, ik weet niet of jullie allebei gestudeerd hebben, maar wat doen jullie nu? Ellen. Wat ik nu doe? Van alles. Ik ben tolk... Gebarentaal. Ik tolk tussen verschillende gebarentalen. Ik doseer tolkvaardigheden op de Hogeschool van Utrecht. En ik ben voor veel van de studenten de eerste dove docent. Ik kan Nederlands wel niet horen, maar ik ken wel trucjes, dus ik ben aangenomen. En ik heb dus toch dat vak... als docent. Ik ben net 5 weken terug, of net terug van 5 weken in Chili. We zijn aan het sparen naar de volgende reis. Ik leef gewoon mijn leven. Ik weet niet wat ik er meer over moet zeggen. Tobias.
Ik ben een collega, ik ben docent gebarentaal op dezelfde Hogeschool van Utrecht. Ik ben ook bezig met die effing masterscriptie om een masterstudie af te maken. Ik heb meegewerkt met deze film, nu met de promotie ervan. En ik heb voldoende ideeën voor projecten voor de komende 10 jaar. Herken je die struggle met de masterscriptie heel erg? Sorry, Alex. Joachim promoveert in de wiskunde in Montreal. Mocht u dat ook nog willen weten. Oké, okay, ja, ook belangrijk. Zeker. Ik geef u even de microfoon. Ik kon het net niet helemaal... Ik ben zelf slechthorend. Ik kon het niet allemaal verstaan. Maar de vraag over waarom er zoveel aandacht wordt besteed aan logopedie... heeft toch niet alleen te maken met het leren praten, maar ook met het leren lezen. Omdat onze schrift is klankgebaseerd, zeg maar. Daar zit toch een relatie tussen. Als je helemaal niet leert praten, dan kun je toch ook niet leren lezen. Is dat... Ik kijk even naar het panel. Nee, ik geloof dat het verhaal niet klopt. Het probleem van het leren klopt, lezen... Klopt inderdaad niet, je kan wel leren lezen. Ja. Het probleem van doven hebben vaak moeite om te leren lezen, omdat juist het hele auditieve geheugen er niet is. Een baby leert automatisch praten en die weet dan hoe dat aap een aap is. Een dove heeft nooit gehoord dat een aap klinkt als een aap, kent alleen heel makkelijk het gebaar voor aap. Moet vervolgens op school leren dat aap, dat je dat schrijft AAP. En dan ook de volgende stap is leren uitspreken, leren hoe je het woord uitspreekt. Maar het is niet zo dat als je maar voldoende aap zegt, dat je daardoor weer beter gaat lezen. Die relatie hangt natuurlijk wel heel nauw samen. Ik begrijp wat je probeert te zeggen, maar... Nee, maar die connectie bestaat bij doven juist niet, dacht ik. Maar misschien moet... Ellen. Oh, we verliezen de aandacht. Hij moet vroeg naar bed. U heeft een excuus. Ellen. Heel veel mensen denken dat dove mensen die goed of moeilijk kunnen leren lezen en schrijven, en hebben er allerlei verschillende verklaringen voor. Maar vergeet niet dat tweetalig onderwijs pas heel kort bestaat. Hoe de manier waarop traditioneel geprobeerd werd doof te leren lezen, die werkt niet. Dat is gebaseerd op kennis van de gesproken taal. En op basis van die veronderstelde relatie tussen schrift en klank. Ik ben opgegroeid met kennis van de wereld verwerven in gebarentaal. Daarna heb ik leren lezen. Dus dat geldt voor veel doven. Maar 1% van de wereldbevolking, van de doven, wereldbevolking is... literate, kan lezen en schrijven. Nou, dat zegt heel veel over de manier waarop leesonderwijs is vormgegeven. Dat is te wijten aan het feit dat doof onderwijs zo lang oraal was. Nou, 1%, ik vind het, ja, moet ik daarover zeggen. Dus waar gaat het om in het onderwijs? Kennis van de wereld, concepten snappen. En dan leren hoe dat in taal wordt vormgegeven. Wat nou gebarentaal is of een geschreven taal. Ik bedoel, als ik naar mezelf kijk, ik ben vloeiend in het Nederlands, Spaans, Engels. Ik wil even verder met de volgende vraag, want we hebben nog maar beperkte tijd. Er is nog één iemand die hier een vraag stelt. Misschien is er ruimte nog voor één vraag daarna, dan gaan we afronden. Gaat u gang. Heel erg bedankt voor de documentaire. Ik ben niet doof en ik heb ontzettend veel geleerd. En ik zag de... interactie tussen Tobias aan de ene kant en mensen eromheen aan de andere kant die niet doof waren. En hoe dat soms een beetje ongemakkelijk verliep. En Tobias die gaf ook aan dat soms mensen jou negeren en dan andere mensen een vraag stellen terwijl ze eigenlijk jou een vraag willen stellen. Heb je tips voor mij en andere mensen in de zaal die niet doof zijn over ja, hoe we beter... jullie als gewoon normaal mensen kunnen behandelen. Want ja, ik wil graag meer erover leren. Dus. Leuke vraag. De enige tip
heb ik eigenlijk al een beetje gegeven. Het ligt een stuk bij de overheid, het ligt een stuk bij het onderwijs. Gebarentaal gewoon maken, in het onderwijs een plek geven. Jullie, of de horende gemiddelde mens, weten te weinig. En dan neem je de makkelijkste uitweg, zoals ik dat zelf ook doe in het leven. Dan vraag je aan horende mensen in de omgeving om het even tegen die doven te zeggen. Ik denk dat, ja, ook hier is onwetendheid een probleem. Nou, de vraag, Tobias, wat jij voor tip aan haar had. Ja, meer studeren, meer leren lezen, kijken naar dove cultuur. Laatste publieksvraag, dan gaan we langzaam... Oh, Ellen, wil je nog wat zeggen? Kort, Ellen. Ja. Durf uit je comfortzone te komen. Gewoon, pak pen en papier, leer wat gebaren, pak je mobieltje erbij, het komt vanzelf goed. Heb ik hier iemand met de laatste vraag voor de wagenafronde? Ja. Ja, mijn vraag was eigenlijk omdat de emancipatie van de dove medemensen een beetje achterblijft ten opzichte van andere minderheden. Denken jullie dat dat ook komt omdat het wat meer een onzichtbare minderheid is? Omdat men weet niet zoveel van dove mensen, men ziet het niet aan iemand anders. Het is ook een hele eigen identiteit, cultuur, zelfs eigen land, zoals in het documentaire werd gezegd. Maakt het dat moeilijker om emancipatie te krijgen? Als ik als eerste mag reageren, Ellen. Vaak wordt doofheid gezien als niet kunnen horen in de maatschappij. Niet kunnen horen wat mensen zeggen. Nou, voor een deel is dat waar. Als ik met een dove vriendin in de trein zit te gebaren, dan hoort mijn vriendin, die toevallig wel gebarentaal kent, maar wel kan horen, die hoort dan mensen om ons heen opmerkingen maken van, zou dat niet vermoeiend zijn? Die mensen zijn al de hele tijd aan het gebaren met elkaar. Nou, ik heb geen idee dat mensen zoiets zeggen. Dus die informatie komt eigenlijk van beide kanten. Stopt die informatiestroom, stopt die kennisoverdracht ergens. Ik bedoel, we proberen de maatschappij wel te informeren, maar we worden niet gehoord, letterlijk. En niet gezien. Dus ja, wat blijft er dan over? Waar ben je dan als dove? Een van de leukste vragen die ooit aan me gesteld is, meerdere malen, leert Tobias nu ook braille? Jongens, ik vond het een heel fijn gesprek tot nu toe. We gaan dat een beetje moeten afronden. Die meneer had nog een vraag en die wil je heel graag nog even de mogelijkheid geven. Ja, ja, nou dan pot voor drie. Oké, maar heel snel, oké? Nee, even heel snel twee dingen. Ik ben diep onder de indruk van de documentaire, bedankt. En ik wil zeggen van, wij zijn hier met een groep cursisten gebarentaal, Nederlands gebarentaal, NGT2. En Tobias komt voor in een aantal filmpjes. Dank je wel, Tobias. En deze documentaire heeft mij nu echt veel meer gemotiveerd om meer te doen dan alleen maar met je handen wapperen. Dank je wel. Dat was de tip dus. Alex, één film maakt nog geen filmmaker, zei ik net. Heb je alweer iets in de pijpleiding? Ja. Kun je ons daar iets meer over vertellen? Nee. Eén idee, en dat zouden Tobias dan samen gaan maken, maar dan gaan we weer door over de doofheid. Je wordt natuurlijk ook wel eens moe van doofheid. Is het feit dat overal over de wereld dove scholen sluiten en de gebarentalen en dove gemeenschappen onder druk staan, dat is nog wel een internationale film waard. En daar zou Ellen jullie ook eventueel kunnen helpen als met een... Tuurlijk. Viertalig achtergrond. Ja. Ik probeer maar wat te creëren. Panel, ik ga jullie bedanken. Alle drie hartelijk bedankt. Tobias en Alex, bedankt voor deze fantastische film. Ellen, bedankt voor je deelname. En de twee tolken ook bedankt. Mag ik een warm applaus voor iedereen. En een zeer fijne avond.